Aaron Eli Cohen, Aaltje Cohen van der Wouden. Dit is het verhaal van het gezin van dokter Cohen uit Aardewad. Dokter Cohen was een huisarts die hier in eind jaren 30 kwam, 1938 om die tijd ergens. En dokter Cohen kwam hier als Joodse huisarts samen met zijn vrouw. En ze hebben samen een zoontje, Aaron Cohen. Hier ziet u het huis van dokter Cohen en zijn familie. Het was al in 1941 dat de burgemeester bij hem kwam en hem de opdracht gaf dat hij alleen maar Joodse burgers mocht behandelen als huisarts. Ja, en hier in Aardewad woonden er maar 10. En vervolgens kwam hij wel zoiets van, ja, dat was in 1942, dat hij denkt van, ik wil hier weg. En wat hij gedaan heeft, is hij heeft vervoer geregeld om Nederland uit te gaan, om te vluchten. En het idee was dat hij met een boot vol met hout vanuit Delfzijl naar Zweden zou varen. Daar heeft hij alles bij elkaar 6000 gulden voor moeten betalen om dat te regelen. Maar goed, dat had hij ervoor over. Op het moment dat het de tijd er was om te vertrekken, kwam er een taxi voorrijden. Zijn ze weer ingestapt. Alleen gingen ze naar Delfzijl toe, de taxi reed richting het hoofdstation in Groningen. En daar stonden de Duitsers op hen te wachten, dus ze zijn verraden. En uiteindelijk zijn ze op transport gezet naar Auschwitz. Zijn vrouw en zijn zoontje zijn daar vergast. Hij zelf niet. Hij heeft zelf de oorlog overleefd. En dat heeft hij te danken aan zijn functie van huisarts. Hoe reageert een mens als hij in één klap hoort dat zijn hele familie is vermoord? Wat deed ik de 16e september 1943? Vond ik nu dat het voor mij niet verder meer hoefde? Legde ik het bijltje erbij neer? Dacht ik, als mijn hele familie dood is, waarom zal ik dan nog proberen in leven te blijven? Objectief zou dit een normale reactie geweest zijn, maar zo reageerde ik niet. Ik had het tussen haakjes het geluk dat ik in de jaren 70, ik dacht 1976, dat dokter Cohen hier in Aardewad kwam bij een bijeenkomst op 4 mei, een herdenking, en zijn verhaal deed. Dus ik heb het verhaal van hemzelf gehoord. En dat verhaal heeft dus daar een indruk gemaakt. Ja, dat vergeet je niet weer. En dan kijk je wel heel anders naar bepaalde zaken in de wereld, hoe het gaat en hoe het allemaal loopt. Dus dat heeft me wel gegrepen. Ja, absoluut.